Metercisius is een muziekvereniging uit Brakkestein. Bestaat volgend jaar 85 jaar. En dat is een vereniging voor jong en oud. De jongste lid is 6 jaar, het oudste lid is denk ik 76. We doen veel aan opleidingen voor jeugdleden. En we zijn een modern orkest, heel actief. En een van die activiteiten is Tarsicius in Concert. Tarsicius in Concert doen we nu voor de tweede keer. De bedoeling is dat we eens per 2 of 3 jaar een dergelijk concert organiseren. De eerste keer was het een traditioneel Pronsconcert, maar nu doen we het weer volledig anders. We willen elke keer een uniek concert ervan maken. Het thema van dit concert is Black and White en we focussen ons op de jazz en de blues. En het wordt een doorlopend concert, geen onderbrekingen van de presentator of wat. Het is gewoon één grote show van begin tot eind. Ja, met een gigantische samenstelling van 130 mensen op het podium, past net. Met veel solo's, veel show en een avondvullend programma. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want we werken samen met een groot koor, Popkoor Akkoord. En verder is er een zanger, Emiel Hoefnagel. En binnen de vereniging hebben we ook verschillende solisten. Nou, mensen die de vereniging al kennen, die moeten zeker komen om toch weer verrast te worden door hoe we gegroeid zijn en hoe spectaculair we kunnen optreden met samenwerking van koor en zanger en een band erbij. Het wordt gewoon een spectaculaire show. En mensen die de vereniging nog niet kennen, ja, die gaan helemaal verrast zijn. Want die hebben misschien nog het idee dat een optreden van een harmonie saai, oudbollig zou zijn. Maar dat is dus absoluut niet het geval. Nee, ik denk dat ook de gezelligheid binnen de vereniging daar een grote rol in speelt. Dat vertaalt zich bij zo'n concert echt duidelijk naar, vertaalt zich in het enthousiasme waarmee je mensen speelt. En dat hoor je absoluut terug aan de muziek. Playing and records playing, dancing.